Dit jaar bestaat de Polykliniek voor Borstzorg, ook wel MamaCare, van Rijnstaten 15 jaar. Rijnstaten behandelde in die periode ruim 5000 patiënten met borstkanker en meer dan 15.000 met een verdenking op borstkanker. Door deze jarenlange ervaring is de Borstzorg Polykliniek een van de meest vooruitstrevende van Nederland op dit gebied. MamaCare bestaat 15 jaar. Jullie zijn al jaren een van de topklinieken in Nederland. Hoe maken jullie dit waar? Onze borst mamma care poli bestaat inderdaad dit jaar 15 jaar. We hebben de afgelopen 15 jaar heel veel ervaring opgedaan in het behandelen van borstkanker. We hebben daarbij een uitgebreid multidisciplinair team kunnen ontwikkelen. En in dat team die werkt al jarenlang samen. En daardoor is ook een uitgebreide samenwerking mogelijk... waarbij dus alle facetten van de borstkanker behandeld kunnen worden. Want waar bestaat het team van mama-care uit? Het is een heel uitgebreid team. Daar zit een radioloog in, een patholoog en een chirurg. Samen met een oncoloog, plastisch chirurg, psycholoog, klinisch geneticus, de Mamakerverpleegkundige, niet te vergeten. Een heel uitgebreid team die zich allemaal gespecialiseerd hebben in borstkankerzorg. Klopt het nou ook dat patiënten in Rijnstaten het minst vaak terug moeten komen voor een tweede operatie? Ja, het blijkt zo te zijn. Hè. Wij houden alle resultaten van onze patiënten uiteraard bij. En daaruit blijkt dat bij ons maar een heel klein percentage opnieuw geopereerd hoeft te worden... omdat er tumorweefsel is achtergebleven. En daarin scoren wij ook ten opzichte van de rest van Nederland echt heel erg goed. Want nu heeft Angelina Jolie een bericht geplaatst in de New York Times... over dat ze haar borst heeft preventief heeft laten verwijderen. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind het uh, heel uh, moedig en goed dat zo'n uh, uh, ja, ja, aanspreekbaar persoon als Angelina Jolie het nu uh, wereldkenbaar maakt dat uh, erfelijke boskanker iets is uh, waar je heel uh, bewust mee om moet gaan. Um, en ik vind het daarbij ook heel goed dat ze het op deze manier toch weer goed bespreekbaar maakt. Is zij hiermee een voorbeeld voor veel andere vrouwen? Ik, ik denk het wel, want wanneer moet iemand nou aan de bel trekken als hij het gevoel heeft dat veel mensen in de familie ook borstkanker hebben? Het um, is altijd goed om hè, als jij denkt dat er in jouw familie uh, sprake zou kunnen zijn van erfelijke borstkanker, om toch uh, contact op te nemen met de huisarts, die je dan door zou kunnen sturen naar de mama care poli, waarbij je hier een heel duidelijk advies krijgt en eventueel doorgestuurd wordt naar de uh, klinisch geneticus. Wat is het aandeel van een plastische chirurg in mama care? Zoals collega Blanken heeft, heeft uitgelegd, bestaat het Mamacare team uit een heel groot aantal mensen. Uh, een van die mensen is uh, een plastisch chirurg. Wij doen dat in Rinstaten met onze maatschap. Wij maken een integraal onderdeel uit van dat team. En uh, onze bijdrage komt als de uh, borstkanker operatief behandeld moet worden en de patiënt de wens heeft uitgesproken om een reconstructie te ondergaan. Want hoe ziet zo'n reconstructie eruit? Er zijn verschillende manieren om een borst te reconstrueren. Meestal maken we gebruik van implantaten. Met name als de reconstructie in dezelfde operatie plaatsvindt als de amputatie van de borst. Is dat altijd mogelijk? Er zijn uitzonderingen. Er zijn soms om oncologische redenen, vanwege de vorm of de uitgebreidheid van de kanker, is het niet mogelijk. Maar over het algemeen kun je bij bijna alle patiënten een reconstructie aanbieden. Want hoe belangrijk is het nou voor vrouwen om zich echt vrouwelijk te blijven voelen? Dat is als man moeilijk te beantwoorden. Maar we weten, we weten natuurlijk wel uit ervaring van, van een groot aantal patiënten. Want we doen dit al 15 jaar. We hebben in al die jaren tientallen patiënten per jaar geopereerd. Dus we hebben een grote ervaring hierin. En over het algemeen zijn de patiënten buitengewoon tevreden. En voelen zich er veel meer vrouw door als ze een borst weer terug hebben. Ook al is dat misschien niet helemaal de vorm zoals de natuur die maakt.